Welkom bij Obla, online tv voor overheidsmanagement. Vandaag zoomen we in op medezeggenschapsraden. Een bron van inspiratie of toch wel een van die obstakels waar we mee te maken hebben. Dat gaan we ontdekken. Daarmee gaan we vanuit verschillende kanten kijken naar... hoe ziet nou vernieuwing eruit binnen de wereld van de medezeggenschap. Drie invalshoeken. Hermien van Triest, je bent directeur het werken werk bij Buitenlandse Zaken. Ik vraag ja. zo waar je mee bezig bent. Jan Boersma, vaksponsortuurder bij de Abfacabo. Het gaat over onderwijs en onderzoek. Wim van Oosterhout, interdepartementale. Ja, je hebt een hele lange introductie. Je kort het interdepartementale medezeggenschap voor het ministerie van OCW. Dus je gaat heel het land door, OCW zit overal. Je hebt de langste introductie. Ik ben hier niet, wat doe je? Uh, wat doe ik? Ik ben er dus voorzitter van. Uh, en ik probeer te organiseren dat alle reorganisaties... die vanuit de politiek dan wel vanuit de bestuurder worden uh, ingebracht, dat die gewoon goed landen in de organisatie. Uh, is het één ondernemingsraad, of een deel ondernemingsraad, die uh, daar de verantwoordelijkheid voor zou kunnen nemen, dan wordt het zo snel mogelijk, zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Uh, raakt het meerdere onderdelen van het ministerie, dan wordt het al gauw een departementale aangelegenheid en dan zorgen wij voor de coördinatie. Jij hebt jouw tentakels bij al, alle afdelingen, alle vestigingen heb je uitstaan en op het moment dat het centraal wordt, zorg jij dat jij daar het aanspreekpunt bent? De persoon bent waarmee je. Nou, dat hangt er vanaf. Het kan vanuit de bestuurderskant wordt het soms ingebracht bij de door. En dan denken wij als dagelijk bestuur: van jongens, dit is niet centraal. Dan brengen we terug naar de, de uh, lokale ondernemersraden. Uh, andersom kan het dus ook plaatsvinden. Het kan dus gebeuren dat de ondernemersraad het dusdanig te breed vindt, dat het dan toch naar de departementale uh, tafel wordt doorgetild en dat we het dan centraal behandelen. Dat kan. Dan gaan we zo op door. Ik ben benieuwd wat voor vragen sturen komen dan op jouw bordje. Wanneer gaan we het over hebben? Ik kijk naar jou, kijken, Hermine. Ja. Directeur het Nieuwe Werken. Ondernemers, raden, Medezeggenschap. Waarom zit jij aan tafel? Ja. Bij het Nieuwe Werken denk ik aan hele andere dingen. Ja. Dat klopt ook. Het Nieuwe Werken gaat, wat mij betreft, vooral om te kijken als organisatie op een andere manier met elkaar te gaan werken. We, hebben, we kennen enorme technologische ontwikkelingen. Waardoor je niet meer kunt werken uh, zoals we dat een aantal jaren geleden deden. Um, ik heb een programma geschreven voor het Neerwerken voor Buitenlandse Zaken. om in 2016 die open, transparante, moderne diplomatieke dienst te zijn. En uh, daarin moet je samen met de OR gaan kijken hoe je dat vorm gaat geven. Dit zit toch in jullie natuur? Ik zometeen. zometeen... Yeah. Ja, een stukje geschiedenis van de advocaten. Dat is de grondbeginselen gaan over vertegenwoordiging van mensen. Bij jullie net zo. Het is jullie, jullie kerntaak om namens mensen dingen te vinden. Dus dan doe je dat automatisch binnen je organisatie ook? Of is dat niet zo? Ik heb geleerd, ook in mijn vorige baan als directeur PNO, dat heel veel dingen eigenlijk niet vanzelf gaan. Die veronderstel je dat ze vanzelf gaan, maar je moet toch elke keer weer zoeken naar een goede dialoog. Hoe krijg je nou in de organisatie een, een dialoog tot stand... waarin je elkaar vertrouwt en respect hebt voor elkaars rollen? En een medezeggenschap is daar een belangrijk in. Ja, Rekner, doordat het niet vanzelf gaat, hebben jullie bestaansrecht voor een deel. Jullie doen ook andere dingen. Maar medezeggenschap, jullie vanaf enerzijds van binnenuit... anderzijds vanaf de zijkant proberen jullie hiermee te ondersteunen... te zorgen dat mensen geëvacueerd zijn, in staat zijn om, om hiermee naar slag te gaan. Wat, wat wat doen jullie? Wat, wat, wat doe je van de zijkant vanuit een vakbond of van binnenuit? Mm, wat doen we vanuit de zijkant? Um, we proberen uh, denk ik vooral ervoor te zorgen om onze leden te interesseren voor deelname aan de medezeggenschap. Um, en ze daarin ook uh, te versterken, bijvoorbeeld door... Gedeelte opleidingsprogramma's te verzorgen, waarin ze leren onderhandelen, waarin ze leren zich te presenteren. Nou, allemaal van dat soort elementen die in de dagelijkse praktijk van het medezeggenschapswerk van belang zijn. En verder organiseren wij, zeg maar, als zodanig hulp voor ondernemingsraden, mochten ze dat willen. Bijvoorbeeld als er reorganisaties zijn. Uh, helpen we de kwesties doorgronden. Jullie trainen, op. adviseren. Ja, ja. Van die kant. Ja. De staat van de ondernemingsraad in je eigen organisatie, hoeveel cijfer zou je nu geven? 1 tot en met 10. 6. In mijn eigen organisatie of binnen de nee, sector waar ik werk? Ik heb ben heel benieuwd hoe het bij jullie zelf zit. Dat is natuurlijk een 10, maar toch? 1-8. Nee, een 8. wel een, <laughs> een dikke voldoening. Een, 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 een 7, dikke voldoening. Dank.